Ik ben Rita Maris. Ik ben columnist bij Terdega. Dat heb ik een half jaar gedaan. Met veel plezier. Daarna ben ik gevraagd om verder te gaan schrijven als blogger op de site van terdega.nl. En daar schrijf ik maandelijks over mijn zoontje Daniel. Hij heeft klassiek autisme en een ontwikkelingsachterstand. Een klein girafje, ja. In het begin ben ik gaan schrijven om van me af te schrijven, om mijn hart te luchten. Maar op den duur is het meer een delen van informatie geworden, dat ik hier ook echt andere mensen mee wil helpen. En wat is dit voor een dier? Een zebra. En hoe zeg je dat in het Engels? Een zebra. Eet hij drie keer per dag, omdat hij nog een boterham kan eten of durft te eten. Als hij drie keer per dag krijgt hij zo'n papje met Bambix erdoorheen. En als avondeten krijgt hij deze potjes. Met een eetteam zijn we nu aan het leren om hem brood te leren eten. Daar zijn ze al jaren mee bezig. En sinds kort is er een doorbraak, want hij eet crackers. Alleen nog niet thuis. Dat durft hij nog niet thuis te doen. Hij zit nog erg vast in de structuur. Thuis eet hij dit, dus zal hij geen cracker thuis eten. Ik vind interactie met de lezers vind ik gewoon enorm fijn. En ik geef graag antwoord, dus op welke manier dan ook. Je bent altijd welkom om je vragen te stellen. En vooral op de Terdega Zomerfair kun je zelf naar me toe lopen. En ik vind het gewoon gezellig om eventjes een momentje met je in gesprek te gaan. Dus schroom niet en kom gerust naar me toe. Je bent welkom.